Hypnose? Zo, dat is niet best wat daar... Godverdomme. Nee, nog een peukie. Ja, die hypnotiseerde. Oh. Een soort thaislijm kwam er naar boven tijdens het interview. Die. Ja. Die. We hebben een smartie gemaakt. Daar is die. Het is een jongen! Ik ben onderweg naar Maxime Hartman. Hij is een ontregelaar. Dus ik ga dit interview niet voorbereiden. Ik ga gewoon open in. En dan maar afwachten waar hij mee komt. Hé, hey, dat is een leuke manier van hardlopen. Ja. Alles goed? Zo grappig. Maxime. Ja. Hoe is het? Ja, waarom zit je aan me? Ja, gewoon. Je bent toch geen Amsterdammer? Je zit er... We kijken hoe je erbij zit, ja, met die benen. Serieus, ik wil het even laten zien aan de mensen. Kijk dan naar die benen, hoe die zit. Ja. Maxime. Hey, je zit graag aan me. Heb jij nog vragen als vader? Ben je bang bijvoorbeeld? Ben je bang voor de bevalling? Heel veel mannen die zeggen, ja, de bevalling, het is wel leuk, maar ik hoef het niet te zien. Want daarna kan ik nooit meer over die kut heen. Ja. Nou, sorry, dan ben je echt een loser. Je zult serieus starten te shaken op het moment dat die baby eruit komt. Na die bevalling, of nadat het kind er is, ben je natuurlijk hartstikke blij en trots. Ga je misschien ook een beetje huilen. Mm-hmm. Jij bent niet meer nummer 1 voor haar. Eerst komt het kind, dan komt er heel lang niks. En dan kom jij nog eens een keer erachteraan stoffelen. Ze heeft je alleen maar gebruikt voor je zaad. Dus je krijgt echt een hele zware tijd. Je vrouw gaat je waarschijnlijk in de steek laten, omdat ze ook wel ziet dat ze met een flapdrol getrouwd is. Seks is voorbij. En uiteindelijk komt het hartstikke goed. Ik heb twee topzoons. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze vlog. En deze vlog gaan jullie de bevalling zien. Vandaag neem ik jullie echt mee op het avontuur, namelijk de keizersnee-bevalling. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik verlies net meer bloed. Wat ik erover wil zeggen was dat het gewoon hartstikke goed is gegaan. Het was heel mooi, vond ik zelf. Ik moet er een beetje van kotsen. Ja, dat snap ik. Hé, hey, ik moet even die man filmen. Oh ja. Mannen moet ik zeggen, hè? Ja, zeker, ja. Komt u nog een rondje? Rafael van der Vaart heb jij gecorrigeerd op zijn frikandellengedrag. Daar kon hij niet zo goed tegen. Nee. Rafael was een beetje gepikeerd, want hij was niet gewend om kritiek te krijgen. Klopt. Maxime, hoe belangrijk is gezondheid voor jou? Wat een lange inleiding voor een simpele vraag. Gezondheid is heel belangrijk. Ik rook wel, dat is helaas. Mm. Ik wil er ook mee stoppen, maar gezond eten doe ik al heel lang. Als ik wel eens, ook wel eens een keer iets slechts vreet, een hamburger of fastfood, heel zelden doe ik dat. Dat vind ik gewoon, het voelt niet prettig in mijn lichaam. En mijn scheid is ook heel slecht ernaar. Ik heb zelf een hypnose gepland om te stoppen met roken. Jij zegt net, ik wil stoppen met roken. Mm. Dan gaan we nu even naar een fragment kijken van het intakegesprek daar. Zo. Wanneer ik ze in hypnose breng, een bepaalde staat van bewustzijn, geef ik de suggestie dat jij een niet-roker bent. En hoe dieper jij gaat tegen het slapen aan, zeg maar, des te beter werken suggesties die de hypnotiseur geeft. Lijkt wel een soort zomergast is dit. Ja. Jij zei, belde me op en je zegt het is 5 minuten. Je zit godverdomme op 3 uur met je te lullen, man. Wow, die fiets. Oh, dat is geen fiets, zo'n hoogstuur. Oh, ja. Snel afgeleid. Ja, ga door. Ja, heel snel. Ja. Je bent in principe een niet-roker als mens. Dus als je rookt, ben je gewoon, moet je eigenlijk niet zeggen, ik stop en ik ben heel sterk. Nee, je bent gewoon bevrijd van die fucking ketens van het kut-nicotine-monstertje. Dit is een goed moment om er een op te steken. Ja. Ik vind het wel leuk dat je heel veel variëteit hebt in je shot. Weet je wel, er zit heel veel dynamiek in je manier van opnemen. Ja. Je moet toch af en toe bewegen, gast? Of knip je het gewoon hard? Ja, dat is eigenlijk het beste. Ja. Gewoon van het een naar het ander. En dan kom jij in één keer weer terug. Hé, dat ga ik ook doen. Ik ga dat ook doen met mijn filmpjes. Gewoon hard knippen. Ja. Helemaal geen inserts eroverheen leggen. Waarom ben ik daar niet eerder op gekomen? Ja, omdat ik het al 10 jaar doe, lul. Jezus Christus, naïef. Ja, weet ik veel. Ja. Weet je wel dat ik vroeger niet naar jou mocht kijken? Mijn ouders, ik ben christelijk opgevoed, die zeiden, je mag niet VPRO kijken. Dat is wel dus terecht. Later zeiden mensen tegen mij, toen ik een jaar of 25 was, ja, weet je nog, vroeger Rimbo, buurman en buurman. En je hoorde er niet bij. Ik kon niks Buurman en buurman is best wel christelijk. Ja, maar ik mocht dus überhaupt de VPRO file achterwerk niet kijken. En heb je daarna dan een soort inhaalslag gemaakt? Oh, als je vragen niet eens hoeft te stellen, pak die camera aan. Dan ga ik gewoon lekker trainen en dan vertel je je eigen verhaal. Ik heb sowieso een beetje het idee dat je meer geïnteresseerd bent in jezelf dan in de gast die naast je zit. Ik ben heel gewoon gebleven, vind je niet? Ik had echt verwacht dat jij een soort... Ben ik ook normaal, hoor. Dit is een rol. Ja. Normaal spuug ik op iedereen.
Wacht even, ik ga hem heel even snel filmen, wacht even. Ja. Video. Film jij hem anders? De man kan zo goed rennen. Ben je toen ook, net als ik, ineens de behoefte gaan krijgen gezonder te gaan leven? Nou, dat deed ik al. Wel meer verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik wilde wel sparen. En dat kan ik iedere vader aanraden. Om gewoon wat geld achterover te drukken. Zodat als het misgaat, of als je zelf een keer behoefte hebt aan iets, dat je het gewoon kan betalen zonder daar toestemming voor te vragen. In Studio Sport kreeg ik ook 10.000, 12.000 per filmpje. Heb ik er 35 van gemaakt, dus dan heb je al alleen maar op basis van één dag per week werken, heb je al 350.000 euro. Dat zie ik Arie Booms maar niet doen. Dat is een kleine pakiete koppie. Absoluut niet. Nee, dat is best wel inderdaad een issue. Nee, je ziet weer aan het ontregelen. Ja, gast aanraken. Echt geen Rotterdammer. Rotterdammers doen dat niet. Nee, klopt. Toen ik hier kwam, en gingen mensen ook zo aan me zitten. Zo zei ik, hé, wat doet jouw hand daar? Dan zeiden ze, hé, ben je homofoob? Zei ik, ja, nee, ik kom uit Rotterdam. Maar jij bent echt heel aanrakerig. Ja, klopt. Maar wel leuk voor je kind. Tot zover mijn interview. Met, ja, dat weten de mensen ook wel, snap je? Dat is totaal overbodig. Nou ja, tot zover... Nee, hoezo tot zover? Tot zover, mensen. Ja. Ga lekker wat voor jezelf doen nu. Opgerot. Nee, deze lokte ik uit, hè. Ja, ja. Ik wist dat... Ja, zeker. Hé, zo hard. Je weet toch? Ik heb gasten voor minder neergelegd. Echt? Rot van pakken. Nee, normaal, man. Zo, daar heb je een mooi einde.